Ja, Ryan, dan zit je in die winterstop. De eerste wedstrijd, dan denk je lekker knallen tegen Vitesse. En dan gebeurt dit. Dan vraag ik me niet af hoe jij je voelt. Nou, klopt. Natuurlijk met een pestgevoel hier zo. Ik denk dat we goed gevoetbald hebben. De goals wel te makkelijk weggeven. Maar de VAR weer eens niet mee hebben gehad. Ja, laten we meteen dat moment maar even bespreken. Die goal. Waarom werd die afgekeurd? Hinderlijk buitenspel van mij. Ik blokte een speler van hun die volgens mij ook helemaal niet het duel aanging en daarvoor werd hij afgekeurd. Wanneer hoor jij dat? Bij die zogenaamde aftrap of daarna? Nee, daarna in de rust hoorde ik dat het eerst buitenspel was van Jurgen, dacht ik eigenlijk. En toen hoorde ik hinderlijk buitenspel van mij. Nou ja, ik denk dat elke club in de wereld met een blok werkt. Wij dus ook. En hier keuren ze hem af. Hoe frustrerend is dat? Ja, dat is heel frustrerend. Vooral omdat hun een moment hebben bij de 2-0. Een corner ervoor dat hun ook in mijn ogen een overtreding maken. En hun een voordeel krijgen om nog een corner te nemen. En dat ik aangeef, dan moet je deze ook terugkijken. Want toen hebben we voordeel uit de corner. Als hij er nu in gaat, dan zitten wij met de gebakken peren. En dat gebeurde. En toen zei hij van een duelletje mag. Dus dan is het allemaal weer een beetje een grijs gebied natuurlijk. Je hebt de hele wedstrijd, ik heb een beetje op jou gelet. Ik denk dat je sowieso een behoorlijk gefrustreerde wedstrijd speelt op zo'n moment. Veel irritatie? Klopt, zeker. Ik bedoel, als je zoiets, zo'n goal wordt afgekeurd en in onze ogen onterecht, dan is dat frustrerend. En nu? Ja, nu op naar volgende week. De wedstrijd analyseren en doorgaan. En dan geen blok meer volgende week voor de zekerheid? Gewoon weer een blok. Ik denk dat gewoon moet kunnen. En dan ben ik benieuwd of ze hem weer af gaan koren. We gaan het zien. Ja, zeker. Dankjewel, man.